Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Laurent. Welkom bij het Weekoverzicht. De straatvraag deze week gaat over het perfecte plaatje. Op social media zien we steeds vaker foto's van mensen waarbij alles perfect is. Wij gingen de straat op en vroegen aan de Bredanaars, wat zou jij aan jezelf veranderen? Instagram staat er tegenwoordig vol mee. Perfecte lichamen, vrouwen met een cupje groter, wat botox in het gezicht, gespierde mannen. Maar wij vragen ons af, wat zouden de Bredana's aan zichzelf willen veranderen? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 yeah. Oh, 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 sexy als ik dans. Wat jaartjes jonger en zo ik. Ja. Ja. En nu mevrouw? Nee, voor mij hoef je niet jonger te zijn, nee. Nou, ik heb werkelijk geen idee. Ik vind mezelf helemaal prima. Ja? Mijn leeftijd. Ja? En hoeveel jaren zou u eraf willen halen? Of misschien wel erbij? Terug? Nee. Terug willen gaan. Nou, toch een jaar of 20 of zo. En wat vindt u ervan dat er wel tegenwoordig veel mensen zijn die bijvoorbeeld wel iets veranderen aan hun uiterlijk? Aan hun uiterlijk? Botox of zo, iets dergelijks. Ja, dan moet iedereen gezellig voor zichzelf weten. Toen, 20 jaar geleden, was dat een mooie tijd voor u? Ja, maar je wordt ouder en je krijgt steeds meer mankementjes en... Dan is het niet zo leuk meer, hè? Vindt u ervan dat mensen, tegenwoordig jonge mensen bijvoorbeeld, wel heel veel aan hun lichaam veranderen? Nou, dat vind ik... U bedoelt het, die boytex allemaal? Ja. Nee, dat vind ik waardeloos. Oh, dat zou ik nooit doen. Lengte. Lengte. En waarom de lengte? Omdat ik te klein ben. Heeft u daar veel last van of last gehad? Niet meer. Niet meer. Heel vroeger wel, maar nou niet meer. Wat voor dingen waren er vroeger waardoor u last van had? Hey, Lilliputter. Klein mannetje. Kabouter. Mijn karak. Ik ben af en toe opvliegend. Ja. Daar zou u wel iets aan willen doen misschien dan? Ja, ja, ik hou me eigenlijk wel rustig hoor. Nu niet meer? Ik ben er overheen gegroeid, zeg maar letterlijk en figuurlijk. Hè. Ja. En wat vindt u ervan dat mensen tegenwoordig best snel iets aan hun uiterlijk veranderen? Bijvoorbeeld door botox of een andere cosmetische ingreep? Nou, gewoon het leven zoals het leven is. Niet allemaal veranderen. Probeer mooi te worden. De Reshare Store aan de Markendaalseweg bestaat 3 jaar. Maar wat doen zij precies? Wij gingen een kijkje nemen. Je staat hier in de Reshare Store. Ja, waarom heet het Reshare Store? WeShare is de moderne benaming. Heeft te maken met duurzaamheid. Klinkt ook wat vlotter, wat moderner. En het heeft geen stoffig imago. Hoe ben jij hier gekomen als vrijwilligster? Ja, ik ben eigenlijk als vaste klant begonnen. Bestaat nu 1 jaar of 3. En ik ben ook 1 jaar of 3 nu woonachtig in Breda. En het vrij snel ontdekt. En met een liefde voor tweedehands kwam ik hier vaak elke week eens kijken wat ertussen zat. En op een gegeven moment zag ik afgelopen jaar een bordje met de vraag voor vrijwilligers. En zodoende ben ik hier terecht gekomen. Wie komen hier allemaal? Iedereen. Ja? Iedereen. Breda, uit Breda. Buiten Breda, toeristen. Jong, oud. Maar het Leger des Heils was toch altijd vroeger voor arme mensen. Is dat veranderd? Of? Daar zijn we nog zeker mee bezig. Dat is vooral in de zorg en welzijn wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Maar we zijn ook anno 2019 met onze tijd meegegaan. En aangezien er heel veel kleding wordt gedoneerd, moest daar iets mee gedaan worden. Heeft de Reshare Store ook nog een verdere maatschappelijke functie, behalve dit? Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld ook cadeaubonnen. En die cadeaubonnen die zijn vorig jaar ook geschonken aan verschillende organisaties, zoals Steun Gezin. Steun een gezin? Ja, Steun Gezin, Het Vergeten Kind, Buddy to Buddy en dergelijke organisaties. Maar stappen er mensen binnen die zomaar een koopje willen of zijn het echt alleen maar mensen die denken ik moet kleding hebben dus ik stap binnen? Dat is dus heel divers. Er zijn mensen die een heel klein budget hebben, die geen budget hebben voor in de winkelstraat kleding te kopen. Die komen hier. Maar er zijn ook mensen met een groot budget die vanuit duurzaam overwegingen hier binnenkomen. De nationale voorleesdagen zijn deze week van start gegaan. Doel is om het voorlezen te stimuleren aan kinderen die nog niet kunnen lezen. De dagen duren tot en met 2 februari. Wat is het doel van die nationale voorleesdagen? Nou,
Wij willen promoten dat kinderen in aanraking komen met boeken. Maar vooral vinden wij het ook belangrijk dat ouders leren hoeveel plezier er zit in het voorlezen. Bent u hier voor het eerst vandaag? Nee, we zijn hier niet voor het eerst. Ik ben nu hier met mijn zoontje en met mijn dochter. En we waren leuke nieuwe boeken aan het uitzoeken. En die voorleesdagen die bestaan al sinds 2004. Het is een initiatief van Stichting Lezen. Maar merk je niet dat gedurende al die jaren dat er minder animo is? Omdat ja, de kinderen hebben een mobiele telefoon of ze spelen op de telefoon van de ouders. Is die animo, hoe is dat de laatste jaren? Nou, de doelgroep van met name de Nationale Voorleesdagen is gericht van 0 tot 6 jaar. En het speerpunt ligt dan bij 3-4-jarigen. En gelukkig hebben die nog geen mobieltje. Nee. Ouders zien wel het belang in van goed voor te lezen. En die zien ook wel dat daar resultaten mee te bereiken zijn. Dus voor met name de jonge kinderen loopt het nog niet zo terug. Daar wordt echt, daar zien ze wel dat lezen belangrijk is. Maar jij hebt een mooi poppetje gekregen, zie ik. Wie is dat? Harry. Harry. En wie is Harry? Een knuffel. Een knuffel. En waar ken je Harry van? Van het verhaal. Van het verhaal, ja. En uw collega las net voor uit het huis voor Harry. Hè? Dat is het prentenboek van het jaar 2019. Maar het is elke week, hè, dat er wordt voorgelezen. Ja, elke week op de 3 vestigingen. Dus dat betekent in de Noord, in Zuid en hier op de Centrale. Wordt er voorgelezen, altijd om 3 uur. Bent u van plan om hier vaker te komen met de kinderen? Nou ja, dat gaat wel goed lukken inderdaad. Het is wel echt, het is wel leuk. En dat, gewoon leuk dat je dan ook weer wat andere boeken ziet en hoort. En dat ook eens iemand anders voorleest. Deze week werd de nieuwe kindercultuurnachtburgemeester gekozen. Dit jaar is er voor het eerst een kindercultuurraad die meedenkt over het cultuuraanbod voor kinderen. Wat heeft hier zojuist plaatsgevonden? We zijn net bij de verkiezing geweest van de nieuwe kindercultuurnachtburgemeester 2019. Gaaf. Als je in eigen woorden moet vertellen wat dat precies inhoudt? Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen mee kunnen denken over cultuur en kunst in de stad. En daarom is er deze verkiezing, om hun een stem te geven en aan te kunnen schuiven bij allerlei culturele instellingen om daar hun ideeën waar te maken. De kinderdagburgemeester komt van de springplank. Ja! Hoe voelt het? Ja, heel leuk en ik ben echt heel blij. Ja. En wat voor plannen heb je vooral om... wat voor plannen ga je realiseren? Nou, we hadden al een idee om een groot scherm te, in Breda te hebben. En daar doet opdrachten vertellen tegen mensen. En dan moet je die opdracht uitvoeren met mensen die je misschien niet zo goed kent. Of juist wel, wat je maar wilt. Hoeveel macht heb je nou echt als kindercultuurnacht burgemeester? In ieder geval wordt je aan tafel gevraagd. En daar zijn we nog een beetje aan het onderzoeken, eigenlijk willen we die macht het liefst natuurlijk een beetje uitbreiden. Dus op het moment gaat het vooral om het realiseren van een aantal kunstwerken, maar we zijn er naartoe aan het werken met allerlei organisaties in Breda. Om ook echt te zorgen dat ze mee mogen praten, mee mogen denken over programmering misschien wel, of nieuwe voorstellingen, dat soort dingen. Hoe ben je hier aan mee gaan doen, zeg maar? Hoe ging dat in zijn werk? Nou, op school was juffrouw het erover aan het vertellen en we gingen ook filmpjes erover kijken en toen gingen we dus stemmen wie uit onze klas er mee mocht doen. En ze hadden bijna allemaal op mij gestemd, dus ja, ik mocht eraan meedoen. Dit is de oude nachtburgemeester. Heb jij nog een tip voor haar? Ik zou er eigenlijk alleen maar plezier in hebben. En als ze vragen van wil je dit of dit doen, dan zou ik het eigenlijk alleen maar doen. Want ik heb eigenlijk nooit iets gedaan wat ik niet leuk vond of zo. En hoe vind je het nou dat de ketting nu om haar nek hangt en niet meer bij jou? Ja, ik vind het heel jammer, maar 1 jaar was ook wel genoeg. Het hoefde niet langer of zo, maar het is wel natuurlijk wel jammer. Ik ga ervoor zorgen dat het heel leuk uit gaat zien in Breda. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot de volgende keer. Breda nu. Je weet het meteen.